Dit is eigenlijk een perfect voorbeeld om afval te gebruiken als grondstof. Huppa! Het is al bijna half januari, maar de DAR is nog bezig met het opruimen van kerstafval. De achtergebleven kerstbomen zullen worden gerecycled. We halen de kerstbomen bij mensen thuis op in de gemeente Nijmegen en de gemeente Druten. Mensen bieden de boom aan op de ophaaldag. We halen die op en uiteindelijk worden de bomen verwerkt als snoeiafval. En hier wordt uiteindelijk compost van gemaakt. Dit is eigenlijk een perfect voorbeeld om afval te gebruiken als grondstof. De compost kan worden hergebruikt in de tuin of op het land. Deze week worden de laatste bomen weggehaald. We beginnen met het inzamelen van de bomen na Drie Koningen, dus vanaf 6 januari.